Komende zomer wordt het elektrisch vervoerscentrum geopend in Rotterdam. Bedrijven en consumenten kunnen terecht voor informatie en zelf elektrische auto's en scooters testen. Het centrum wordt naar verwachting eind juni geopend en komt in het gebouw tussen het Centraal Station en het oude gebouw van PTT Post. Dordrecht is niet aansprakelijk voor de schade aan woningen door paalrot. Door het lekken van riolen daalde de grondwaterstand op sommige plekken in de stad dusdanig dat houten heipalen droog kwamen te staan en gingen rotten. Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de gemeente Dordrecht gehandeld binnen zijn financiële mogelijkheden en wist de gemeente lange tijd niet dat achterstallig onderhoud aan de riolen de fundering van huizen aantastte. De gemeente Rotterdam eist vandaag in een rechtszaak financiële compensatie van ProRail voor de vertraging van de aanleg van de tunnel voor Randstadrail onder Centraal Station. De aanleg van de tunnel werd in 2006 79 dagen vertraagd omdat er obstakels onder de grond bleken te zitten. ProRail wist hiervan, maar zou dit niet gemeld hebben aan de gemeente. Dinsdag start met bewolking, maar in de loop van de dag krijgen we zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden. Temperaturen, nou, heerlijk hoor voor de tijd van het jaar. Een graad of 15 maar liefst. En dan bij een matige oostenwind.